YouTube. What up? Ik kom net terug van een zaalvoetbalwedstrijd. En wat is er dan lekkerder dan een koud pilsje? Meestal begin ik dan met een radlertje of iets, als het echt een zware wedstrijd is. En iets met wat meer suikers erin of wat zuivel. Maar Brugse Zot, of Brouwerij de Halve Maan, heeft tegenwoordig ook de zogeheten Sportzot in hun assortiment. En in deze alcoholvrije themamaand klinkt dat natuurlijk wel als een biertje wat daar heel goed in past. Het mooie aan dit, volgens mij blonde biertje, is dat het volgens mij anders is dan de meeste. Ik zag heel veel koolzuur, dus ik maak me even zorgen. Maar het is anders dan de meeste alcoholvrije bieren. Want de meeste bieren worden alcoholvrij gebrouwen. Maar bij dit bier schijnt het zo te zijn dat het in basis gewoon de Brugse Zot is. De blonde Brugse Zot. En dat ze bij de Halve Maan een centrifuge hebben. In ieder geval een apparaat hebben om de alcohol er dus weer uit te halen. Hoe ze dat doen, dat moet jij mij niet vragen. Maar ik ben wel benieuwd wat dat dan doet voor de smaak van het bier. Het schuimkraag is in ieder geval op zijn Belgisch nog alleszins aanwezig. Mooi helder bier. Lijkt een stabiel kleurtje. Mooie degelijke schuimkraag. Dus qua presentatie is het prima in orde. Een bier van hoge gisting, gebrouwen in een unieke familiebrouwerij. Natuurlijk de 3,2 kilometer lange bierpijplijn. Maar niks over hoe het alcoholarme, want dat is het in dit bier, het alcoholarme karakter van dit bier tot stand is gekomen. Dus we gaan hem ook gewoon proeven. Of in ieder geval, we gaan ruiken. We gaan kijken hoe die bevalt. Ik durf echt bijna te stellen, als je niet van brood houdt, dat je echt gewoon niet aan alcoholvrij bier kan beginnen. Of alcoholarm bier. Want ook hier in de neus is weer dat broodachtige karakter overheersend. Het begint echt op te vallen. Ik kom ook met moeite doorheen naar die wat blondere neus. Een zoetere, blondere neus. Maar ik word echt moe van dat broodkarakter wat in die neus overheerst. Hoewel IPA's die typische hopgeuren hebben, dat fruitige, citrus karakter, heeft bijna iedere alcoholvrije neus heeft dat broodige in zich. Leffe, Hertog Jan, Sportzot. Dus we gaan het proeven en hopen dat er in de smaak wat meer bier dan brood staat. Ik zou zeggen, de Sportzot van Brouwerij de Halve Maan uit Brugge op basis van de gecentrifugeerde Brugse Zot is dit een alcoholarm bier van 0,4% alcohol. Proost. Maar ik moet zeggen, ik wil hierin wel een Brugse Zot herkennen. Of toch in ieder geval zeker een blond bier. Ik vind de smaak aanzienlijk verleidelijker dan dat de slok, de geur dat is. En ook hier weer is de eerste slok nog heeft het meeste bierkarakter in zich. Wanneer je het dan kort door je mond heen centrifugeert, proef je dat zoetje eroverheen. Maar het broodige is nu wel echt naar de achtergrond toe. Dus daar ben ik blij om. Maar
Wat in de afdronk wel overheerst, is een scherp maar zoeter bittertje. Dat had voor mij niet gehoeven. Kan ook best zijn dat de reden dat je de normale Brusselzot ook wat minder vindt. Het is alweer een tijdje geleden dat ik die heb gedegusteerd. En dat is bijna zo'n pilsachtig bittertje. En dat dan in combinatie met dat wat zoeter uit deze blonde. Doet het voor mij niet helemaal. Wat je wel ziet, ook hier, zie je niet of dat dan nagisting is, maar of dus in dit alcoholvrije bier over time alsnog alcohol kan ontstaan. Maar hij is dus ziender ogen troebeler geworden. Dus we gaan kijken of dat nog een van invloed is op de smaak. Als we natuurlijk door die schuimkraag heen komen. Als zijn de sportbiertje, dat het toch de sportsoort is, is hij voor mij, hoewel hij niet vol is, zorgt dat zoete er wel voor dat hij wat moeilijk te verteren is, zeg maar, nadat je, ja, als je gaat sporten, dan ken je dat gevoel wel. Bepaalde sportdrankjes die dan meer zoet en super dik zijn, die werken wel, maar andere dingen werken dan gewoon niet. En dat heb ik bij dit bier. Ik denk, als je echt dorst hebt, dat dit niet werkt voor je. Als je gewoon al enigszins tot rust gekomen bent of niet hele zware inspanningen hebt hoeven te verrichten, kan dit er prima mee doordenken. Prima als pilsvervanger in ieder geval. Nu hij wat troebeler is, heeft hij ook wat meer body. Ik vond hem wat dunner, hij was wel smaakvol en door dat zoete leek hij ook wat voller. Maar de body miste een beetje. Je werd gecompenseerd door dat wat zoetere smaakje, waardoor die dus toch aan je wangslijm plakte. Maar nu die deze troebelheid bereikt heeft, heeft hij voor mij op zich ook wel de juiste dikte voor een Brusselse zotvervanger te pakken. Ik zou willen zeggen, dat dit een bier is wat je gewoon moet drinken, moet proeven, niet al te erg voor moet gaan zitten. Maar gewoon luchtig van moet genieten. Maar zeker niet te lang aan moet ruiken. Want ik vind dat de neus in schril contrast staat tot wat het slok te bieden heeft. Dan ga ik het voor dit bier ook gewoon bij laten. Voor mij was de prijs circa €2,19. Ja, het is wel een van de lekkerdere alcoholvrije speciaal bieren die ik op heb. Dat moet wel gezegd worden. Kan menig IPA tot dusver achter zich laten. Hij is aan de zoete kant. Ik denk zelfs iets te zoet. De afdronk is iets te bitter. Maar wat daar tussenin ligt, is aardig speciaal bierachtig. En als dat dan op 0,4% kan. Ja. Waar ik wel benieuwd naar ben. Nee, laten we dat in een volgende video bespreken. Voor nu zou ik zeggen, Aito, bedankt voor het kijken. Tot een volgende video. Proost.